Hey hey, vandaag gaat de video over hoe je een envelope kunt maken bij zo'n slimline card. Today's video is about how you can make an envelope to go together with a slimline card. I make my slimline cards 7 by 7 inch and I score them in half at 3.5. Ik maak die van mij 7 inch by 7 inch en ik rul ze over de helft op 3.5 inch. En daar heb ik dan deze envelope bij gemaakt. And I've made this envelope to go with the cards. Ik heb een stuk designpapier teruggesneden naar 8¼ en 8.5. I've cut back a piece of designer series paper which was 12 by 12 to 8¼ and 8.5. And of course, you have some bits left, dan heb je wat stukken over. Maar je kunt een heel mooie kaart mee maken. But these will be fine to make a card with anyway. So, as I said, 8¼ by 8.5. I'm getting my trimmer out. And you're putting it in with the 8½ inch side top. So let me just check. Yes, this is the 8½ side. And then you're going to score it at 1¾. Je gaat dan rillen op 1¾. Oh, even hem opzij. Let's get rid of my cutting blade. So 1¾ and 5½. En 5½. Zo. Van boven naar beneden, so all the way down. And it helps if you fold these lines first. It helps als je eerst even die lijntjes vouwt, dan zijn ze beter zichtbaar. They will be visible. More visible, I should say. Okay, now then. Now I'm putting the 8¼ inch top. Nu leg ik die 1¼ inch boven en dan ga ik rillen op 1½. I'm going to score at 1½. And again, from top to bottom. En weer van boven naar beneden. En dan beweeg ik mijn kaartpapier een beetje naar rechts. Just a bit to the right. A fraction. And now I'm cutting from the bottom as far as the first score line. Ik snijd nu van de bodem tot aan de eerste rillijn. En bovenaan hetzelfde, dan score je naar beneden. You score down. Now I'm putting my head in the picture. Sorry about that. Because I do want to check that I'm cutting far enough and not too far. Okay. You turn over your paper. Again, you put in a score line at 1/2 inch. Weer van boven naar beneden op 1/2 inch. Dat is 1,2 centimeter. Je legt het papier een klein beetje naar rechts. You move your paper just a tad to the right. And again, you're going to do some cutting. Again, from the bottom as far as the first score line. Weer vanaf de bodem tot aan die eerste rillijn. En bovenaan naar beneden tot aan de eerste rillijn. And from the top to the first score line. And again, sorry about my head in view. And there you are. Dan vouw ik hem even om. I'm folding this over. Now I'm cutting away these bits. Ik gebruik de accentenpons. I'm using the Detail Trio Punch to round the corners at the top. So the larger part is the bottom. Dat grotere stuk is de bodem. En die korte kant is de bovenkant. So I'm rounding my corners. All I have to do now is add some Seal Plus. Folding these two flaps and then fold the bottom part over. And your envelope is nearly ready. The envelope is bijna klaar. Because I'm going to stick some tear and tape along the top edge. Ik zet wat tear and tape langs die bovenrand. Dat wanneer ik mijn kaart ga versturen, kan ik het papiertje eraf halen. En dan kan ik hem op de post doen. So when I'm ready to send my card, I can
remove the backing and send it through the mail. And there you see a beautiful envelope. Prachtige envelop. Met deze maten kun je ook een maken van Whisper White. You can also use some Whisper White A4 cardstock to make the same size of envelope. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Bye bye!